We zijn vannacht doorweekt en gezandstraald, maar toch verschijnen we fris aan de start van de vierde etappe van Solar Challenge Marokko. Dit is de race recap van Solar Challenge Marokko, etappe 4. Na gisteren hebben we een voorsprong van 36 minuten op de nummer 2 en een voorsprong van 3 uur op de nummer 3. Met slechts 447 kilometer en 3000 hoogtemeters is vandaag de kortste etappe van Solar Challenge Marokko, maar alles staat nog op het spel. Jullie blijven ons vandaag erg goed achter. Gaan jullie het spannend maken voor ons vandaag? Dat hopen we natuurlijk, hè, dat we het spannend kunnen maken. We hopen dat we toch op zijn minst het gat een beetje kunnen verkleinen. Als het allemaal wat mee zit, misschien jullie voorbij steken. We zullen zien wat dat weer heeft en wat dat de dag geeft. Dankjewel. En op een gegeven moment hoor je dat er een ondergelopen wadi is. En je hebt geen idee of onze auto daar doorheen kan. Wat gaat er dan door je heen? Bijna wel paniek. Toen we aankwamen zijn we gewoon gestopt, ben ik uitgestapt en een rijtje gevormd met alle mensen die er waren. Schouder aan schouder letterlijk en er doorheen gelopen om te kijken van hier zit de kuilen, daar zit de kuilen. Om daarna zonder auto er zo goed mogelijk doorheen te loodsen. Momentje om trots op te zijn? Ja, zeker. Ja. Onverwachte momenten, maar we hebben het met z'n allen goed opgelost. Ja, perfect man. Dankjewel. Ter land, ter zee en in de lucht bijna. De gevolgen van de regenbui van afgelopen nacht hebben we vandaag tijdens de race nog steeds gevoeld. Desalniettemin hebben we onze voorsprong op de nummer 2 uit weten te breiden. En gaan we als leider in het klassement de allerlaatste etappe in. En dat voelt hartstikke goed. Bedankt voor het kijken en tot morgen.